Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wat leuk dat u er weer bent, dat u ons weer gevonden heeft. En weer welkom aan weer een nieuwe abonnee. Hartstikke leuk, hoe meer hoe beter. Het is vandaag een beetje een moeilijke dag, want het is vandaag weer de verjaardag van mijn overleden hartsvriendin. Nou was zij helemaal gek op Chinezen, op het strand en op bowlen. Nou, het Chinezen en het bowlen gaan we sowieso doen. En hopelijk tussendoor nog even naar het strand, maar we kunnen niet al te ver ook, want gisteravond kwamen we terug vanuit, waar zaten we? Lisse toch? Ja, jouw moeder, we hebben eerst inderdaad Nieuw-Vennep. Ja, ja. Ridderkerk was de verjaardag, toen naar Nieuw-Vennep, toen naar Lisse. Ja. En toen zo terug naar Den Haag en toen was er weer geen parkeerplek meer, dus ik zeg tegen Paul van het amusement ermee. Dus ik loop achter de auto langs en ik knal keihard met de bovenkant van mijn scheenbeen tegen onze trekhaak aan. En ja, dat voel ik behoorlijk. Je ziet er heel weinig van. Je ziet alleen een schaafplekje. Maar voelen doe ik het des te meer. En met name met opstaan en met gaan zitten en trap op en af. Dus dat wordt heel leuk morgen met de post bezorgen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. We gaan nu eerst zo meteen lekker Chinezen dus. Ja, helaas was de Chinees waar we naartoe wilden dicht op maandag, maar Paul herinnerde zich ineens dat er nog eentje zat in Oostgeest. Dus we zijn nu bij de andere Chinees, bij de Nieuwe Wereld heet dit, ja, geloof ik, hè? Ja. En dat zit op de, dat zou eigenlijk de Kempenaar staan. Kempenaar. Maar we hebben hele leuke place met de visjes en alles, dus dat is heel erg mooi. Zometeen meer als het eten er is. De family Krak en Mikker heeft haar en zijn eten in ieder geval. Jij mist alleen nog je nasi, hè? Ik mis mijn nasi nog, maar ik heb ossenhaas met Chinese champignons en andere groenten. Oké, okay, en Paul heeft foeyonghai met kip. En voor mij hebben ze de foeyonghai vegetarisch gemaakt. En jij had witte rijst gewoon naar Paul. Ja. En ik heb vegetarische nasi erbij. Als het goed is, komt er dus nog één gewone nasi bij. Maar het ziet er lekker uit in ieder geval. Ah, dus hij was voor ons twee bedoeld. Oké. Okay. Terwijl Paul niet zelf de hoeveelheid voor zijn eentje hebt. Maar we krijgen hem toch niet op. Maar goed, in ieder geval, dat was niet helemaal duidelijk, nee. Na een lekker toetje bij de Mac zijn we nu op de bowlingbaan. En ik heb er 3 en 5 gegooid. Paul 3 en rood. En mijn moeder gaat nu voor de eerste bal. Jij gaat ook voor de goot om te beginnen. Ja. Maar dit is verschrikkelijk pijnlijk. Heel de tijd door mijn knieën natuurlijk. Met het scheenbeen. Het doet echt heel veel pijn. Maar het is niet anders. Ook nog één. Ja. Pepsi voor een keertje. Nee, ik heb het verkeerd gezegd. Ja, dat zeg voor een keertje dan maar de gewone, ja, Pepsi. Ja. Oké. Okay. Mijn moeder en Paul stoppen ook. Die kunnen ook niet. Nou ja, je mag nog een extra bal doen, joh. Mooi. Ja. Net had ik niet meer naar die struik, naar die spuur of niks. Nee. Dus ik hoop dat het nou beter gaat. Ben benieuwd. Wel beter uit. Maak je er nog even een strijk achteraan of zo? Nou, dat niet. Ik zei, maak je er nog een strijk achteraan? Maar dat niet. 67 om 98 gepalen. Mooi. Nou, inmiddels weer terug. Het was toch echt heel gezellig, maar
Gewoon helaas ja, niet helemaal te doen met alle lichamelijke gebreken van de familie Krik en Mick. Ik zou zeggen, ik ga mijn vlog online zetten en mijn moeder is mij aan het helpen met sorteren, maar ze is op het moment helemaal alleen bezig. Dus daarna kom ik er dan zelf nog wel eventjes bij. En dan uiteindelijk ook nog een keertje naar bed toe. Dat zou ook wel fijn kunnen zijn, want het is inmiddels al zo'n 5:30, 10:30, zoiets. Dus het wordt weer een latertje. In ieder geval bedankt weer voor het kijken, het delen, de duimpjes, het gratis abonneren en natuurlijk de leuke comments. Doei doei!